Een van harte goedenavond kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. President Santokki levert bijdrage aan boekwerk over Nacho. Ministerie van Volksgezondheid verwelkomt Cubaanse gezondheidswerkers. Situatie op Koersenfront heeft aandacht regering. Kiwanis Club Paramaribo Central voert artproject uit voor jeugddelinquenten. Surinaams zwemteam in startblokken voor Panem Cop. En ministerie Openbare Werken gaat illegaliteit te lijf met OW-politie. Schrijver en journalist Diederik Samuel heeft op donderdag 26 mei 2022 een interview van president Chandrika Prasad Santokki afgenomen. Dit in verband met een boek dat Samuel aan het schrijven is over het Surinaamse voetbal-elftal. Hij belicht hierin het feit dat diaspora-spelers nu ook deel mogen uitmaken van Nacho. Samuel maakte van de gelegenheid gebruik om een eerder werk van zijn hand aan het staatshoofd te overhandigen. In dit boek is onder meer een profiel van André Kamperveen opgenomen. Ik heb net inderdaad een bezoek aan de president gebracht. Het was een interview. En dat interview heb ik kunnen afnemen omdat ik bezig ben met een nieuw boek over het Surinaams voetbalelftal. Aanleiding is de verandering dat er nu spelers uit de diaspora uit Nederland, Europa voor het Surinaams elftal mogen uitkomen. Ze krijgen dan een Surinaams paspoort als ze de wedstrijd spelen. En dat kan grote gevolgen, positieve gevolgen hebben voor het land. Niet alleen op het sportveld, maar ook daarbuiten, sociaal, maatschappelijk. Daar gaat het boek over. En omdat ik een aantal jaren geleden ook al Nacho heb gevolgd toen ik hier gewoond heb. Daar heb ik ook een boek over geschreven en dat heb ik bij het begin van het gesprek aan de president overhandigd. Omdat ik weet dat hij van voetbal houdt. En er zit ook een portretje in van Ronnie Aluma, nu DNA-lid. En er zit ook een groot profiel in van André Kamperveen. En die, dat zou eigenlijk elke Surinamer moeten weten. André Kamperveen was in 1982 vicevoorzitter van de FIFA. Heeft hij de aftrap verricht op het WK 82 met koning Juan Carlos in Spanje. En een half jaar later was hij een van de slachtoffers van de decembermoorden. Dat hoort, vind ik, bij de standaard kennis van elke Surinamer. En daarmee is ook het voetbal, toen in ieder geval, is het steeds minder geworden. Terwijl in de jaren 70, 80, begin jaren 80, stond Suriname veel hoger aangeschreven binnen het Caribisch gebied. Oké, okay, ik merk dat er wel wat plannen zijn op het schema. Kunt u ons een samenvatting geven of een kort voorbeeld geven wat er nog meer op de agenda staat? Want dit is natuurlijk niet alleen een overhandiging van een boek. U bent van plan wat werk te verrichten. Kunt u een paar kleine insights daarvan aan ons geven? Wat de president mij verteld heeft, bedoelt u? Nee? Nee, nou, het boek wat ik wil schrijven, dat moet nog dit jaar uitkomen. En ik volg het nationale team. Ik ben van plan om volgende week, nadat ze hier thuis tegen Jamaica hebben gespeeld voor de Nations League, ga ik daarna mee naar de uitwedstrijden. Eerst Jamaica uit en dan Mexico uit. En dan ga ik de spelers ook interviewen. Afgelopen weekend was ik met de lokale spelers. En dat zeg ik met groot respect, want die zijn er ook. En er zitten hele grote voetballers bij. Alleen ze hebben 2 jaar niet competitie kunnen spelen. Dus het niveauverschil is er zeker. Nou, daar ben ik ook met ze mee geweest. En nou, op die manier wil ik een beeld geven van de status van het Surinaams voetbal. Het ministerie van Volksgezondheid heeft een groep Cubaanse gezondheidswerkers verwelkomd. Het gaat onder meer om artsen en verpleegkundigen die op woensdag 25 mei 2022 in Suriname zijn gearriveerd. Zij werden op de Johan Adolf Bengel International Airport ontvangen door enkele functionarissen van het departement. Hiertoe behoorden directeur Rakesh Gayadar Sukul en Edwin Noordzee. Coördinator Cubaanse missies. Coördinator Noordzee vertelt in gesprek met de communicatiedienst Suriname meer over deze missie. Inderdaad is er woensdag een groep Cubaanse gezondheidswerkers vanuit Cuba in Suriname gearriveerd.
Dit is gebeurd na goed voorbereidend werk. We zijn met deze missie zeker 3 maanden bezig geweest om alles rond te krijgen. Het begon allemaal mee bij de instellingen die moesten aangeven wie ze nodig hadden bij die groepen die al hier waren. En toen dat is gedaan, hebben we de mensen geschreven. Nadat ze akkoord hebben gegeven, is er een intentieverklaring eruit gerold. Van de instelling, als ook van het ministerie van Volksgezondheid. Nadien moesten ze allemaal hun stukken voorbereiden. Want om hier te komen moet je dus op de eerste plaats een visum hebben. En in dit geval een MKV-visum, kort verblijf. Daarna zullen ze het proces doorlopen om bij de vreemdelingendienst de vergunningen en processen die nog gedaan moeten worden ook af te ronden. Daarna werd er een ticket voorbereid. Ze is weer contact opgenomen met ze en daarvoor hadden we zeker CONSA, Consulaire Zaken Suriname, als ook Cuba, de ambassade in Cuba nodig om dat alles voor te bereiden. En Fly Always voor de ticket. En toen we rond waren, was er geprikt dat ze 25 mei in Suriname zouden arriveren. En dat is ook gebeurd. Kunt u aangeven wat het belang is van deze missie? Een heel belangrijk punt van deze missie is het versterken van zeg maar, de eerste lijnzorg. Dat is heel belangrijk. Maar dat niet alleen. Het is namelijk zo dat de instellingen. Er is nu eigenlijk de roep naar gezondheidswerkers voor die instellingen is nodig. En iedereen vraagt aan, het zijn nu algemene artsen en verpleegkundigen, maar ook de vraag naar specialisten is heel groot bij de instellingen. Er liggen nog hier op mijn bureau zelf heel wat aanvragen. En om de gezondheidssector inderdaad de boost te blijven geven, is het belangrijk om dit team naar hier te halen. Het is een zeer geselecteerd team, dit team. En het is gebeurd door de instellingen zelf, nadat ze uit die groepen die al hier waren, een goede selectie hebben gemaakt om de instellingen te versterken. De situatie op het Koerse front heeft de aandacht van de regering. Zo liet minister Armand Agaibersing van Financiën en Planning op donderdag 26 mei 2022 doorschemeren in het parlement. Tijdens de behandeling van de ontwerpwet houdende nieuwe regels voor het centrale bankwezen erkende de bewindsman dat de koers ietwat is gestegen. Hierover is er overleg met Centrale Bank van Suriname. Vanuit de regering wordt er alles aan gedaan om de prijzen te stabiliseren en de koers ook stabiel te houden. Voorzitter, ik kan niet nalaten te reageren op onjuistheden. Want als we het zo laten, dan gaat het een eigen leven leiden. En bijna wil ik het misleiding noemen, voorzitter, maar dat doe ik niet. Voorzitter, het is duidelijk dat de douanekoers de centrale bankkoers volgt. En daar zijn regels voor vastgesteld. En iedereen weet dat de centrale bank 2 groepen kent. De koersen van de contante dollars en de koersen van de girale dollars. Als hier een redenering wordt opgebouwd vanuit de contante dollars en beweerd wordt dat er gemanipuleerd wordt om vandaar uit de douanekoers vast te stellen, terwijl men bliksems goed weet dat de douanekoers vanuit de girale dollars vastgesteld wordt, dan is dat een pertinente onjuistheid. Dus dat wilde ik even rechtzetten, voorzitter. Ten tweede, men had makkelijk kunnen verifiëren wat de koers is van de centrale bank. En die koers wordt 3 keer per dag gepubliceerd. Voorzitter, maar dan tot slot. Ik denk dat men even moet nagaan wat de definitie van devaluatie is. Want ik vind het jammer dat mensen die dat horen te weten,
stellingen poneren die incorrect zijn, voorzitter. Dus ik hoop dat met deze reactie, en natuurlijk, voorzitter, de koers is inderdaad een beetje gestegen en de douanekoers volgt dat. En wij hebben overleg, ik heb vanavond overleg met de centrale bank hierover om te kijken wat ons te doen staat. Maar men weet dat de koers ook door de markt bepaald wordt. En wij gaan kijken welke maatregelen genomen moeten worden om die koers weer, de koers te beheersen, voorzitter. Maar laten we de juiste informatie verstrekken aan het volk. En laat het volk ervan overtuigd zijn dat van deze zijde er alles aan gedaan wordt om prijzen te stabiliseren en die koers stabiel te houden. Dank u wel voor. De vraag of de opmerking van uw geachte lid Zang is beantwoord, dus ik hoef daar niet verder op in te gaan. Ik heb het ook gezegd in mijn beantwoording, er zijn twee sets van koersen, de contante en de girale. En met name de girale wordt gebruikt voor het bepalen van de douanekoers. Op de opmerking van uw geachte lid Asabina. Uw geachte lid Asabina bevestigt wat ik zeg. De definitie is, er is sprake van devaluatie door het ingrijpen van monetaire autoriteiten. De koers is vanaf juni losgelaten en wordt door de markt bepaald, voorzitter. Door vraag en aanbod. Daar is absoluut geen sprake van ingrijpen van monetaire autoriteiten. Dus er kan vanaf dat we de koers losgelaten hebben, kan er geen sprake zijn van devaluatie, voorzitter. Er kan sprake zijn van appreciatie of depreciatie. Dank u wel, voorzitter. Op initiatief van de Commissie Youth Services van de Kiwanis Club Paramaribo Centraal is er op 27 mei 2022 een art- en paintproject uitgevoerd met de pupillen van het jeugdcorrectiecentrum Santo Boma. Het thema van het project is hoop. Hiermee wil commissievoorzitter Arlette Venlo de jonge delinquenten in de leeftijd van 12 tot en met 22 jaar meer hoop geven en middels motivatie proberen hun situatie te veranderen. Onder begeleiding van kunstschilder Fabien de Ramdani zijn aan de hand van de jeugdigen creatieve kunstwerken tot stand gekomen. De 30 pupillen toonden via diverse liederen hun erkentelijkheid aan de organisatie. Goedemiddag, mijn naam is Kitty Derby. Ik ben de president voor het jaar 2021-2022 van de Kiwanis Club Paramaribo Central. We zijn een serviceclub en ons motto is Serving the Children of the World. En eigenlijk doen we goede doelen. We proberen te helpen waar er noden zijn. En dat is eigenlijk ons doel. Nou ja, we staan bij het jeugdcorrectiecentrum. De Kiwanis heeft gemeend om vandaag een bezoek te brengen aan de jongeren die hier gedetineerd zijn. Omdat we ervaren dat het een vergeten groep is. En we vonden het nodig om ze een bezoek te brengen. We zijn met een kunstenaar gekomen en we hebben de jongens dus eigenlijk aan het werk gezet om te schilderen. Tenminste die kunstenaar. En het thema voor de dag is hoop. Nou, we hebben gemerkt op basis van het resultaat van de schilderijen dat de jongens bruisen van talent. En bij anderen is het talent ontdekt. Dus een heel fijn project, een mooi project. We doen namelijk aan fundraising en aan serviceprojecten. Bij de serviceprojecten organiseren wij op basis van onze fundraisingsprojecten. Dus je haalt het geld uit de gemeenschap en je doet dan een goede doel ermee terug. We hebben jaarlijks onze motivatiepakketten. Vanwege COVID hebben we 2 jaar onze Biggies Made niet gedaan. En we hebben eind juli
Of de eerste zondag in augustus zijn we voornemens een brunch te organiseren. Dus dat zijn de projecten voor dit jaar. We hebben in verband met Moederdag hadden wij ook een project waarbij wij moeders in het zonnetje hebben gezet. Nou, ik zou de gemeenschap willen oproepen. Het zijn jongeren die weliswaar een verkeerd pad hebben gekozen. Maar desondanks zijn het kinderen. We zijn hier gekomen vandaag. Het was heel fijn om met ze bezig te zijn. Het was heel fijn om te zien hoeveel talent ze hebben. En het was heel fijn om te zien dat ze eigenlijk hoop hebben en dat hebben ze uitgebeeld. Ze willen wel wat worden in de maatschappij. En mijn boodschap aan de maatschappij is: laten we ze niet in een hoek laten en vergeten. Maar laten we proberen om dit soort projecten vaker te organiseren. Om bij ze langs te komen, om te zien wat voor talent ze hebben, om dat te kunnen ontdekken. En wanneer ze deze plek verlaten, vooral, dat is voor mij belangrijk, dat we ze opvangen en verder gaan, zodat ze ook iets kunnen worden in de maatschappij. Maar niet doordat ze vergeten zijn en doordat niemand oor voor ze heeft, eigenlijk in verval raken en weer hier terechtkomen. Als we ze met open armen ontvangen en een plek geven in de maatschappij, denk ik dat het helemaal goed komt met ze. Suriname is begin juni ook van de partij op de Panam Cup zwemkampioenschappen op Trinidad en Tobago. De zwemploeg die hieraan zal deelnemen is bezig aan haar laatste trainingen. Hoofdcoach Fabienne Nabibak spreekt van een vrij jong team qua ervaring. Verwacht wordt dat de zwemmers hun personal best zullen neerzetten. Ook worden er finale plekken verwacht. Kijkt u mee naar de volgende reportage. Goedemorgen, ik ben Fabienne. Ik ben de headcoach belast met het zwemteam dat Suriname zal vertegenwoordigen op de Panam Cup die van 2 tot 5 juni aanstaande op Trinidad gehouden zal worden. Hedenmorgen staan we voor een van de laatste trainingen in het zwembad van Parima. Na vandaag hebben we nog één trainingssessie te gaan. Zoals u het zelf merkt, zijn we heel vroeg bij het bad, omdat we niet anders kunnen. Het team bestaat uit 22 zwemmers. De helft jongens, de helft meisjes. En zij zullen op diverse onderdelen uitkomen. We hebben een vrij jong team qua ervaring. De bedoeling is dat deze zwemmers dan hun personal best zullen zwemmen op dit toernooi. En gewoon het beste ervan maken daar. Er zijn enkele zwemmers waarbij we tenminste een finale plek verwachten. En ik hoop echt van harte dat die plek behalen. Want die hebben ook wat meer ervaring op regionale wedstrijden, om het zo te zeggen. Een van de zwemmers die zal ons land ook iets later vertegenwoordigen op de wereldkampioenschappen in Budapest. Dus voor hem is het dan ook een meetmoment. Verwachtingen verder zijn is dat we gewoon ons beste beentje voortzetten. Want we zijn na 2 jaar weer in een stroomversnelling van wedstrijden terechtgekomen. Dus het is voor ons als land, voor ons als team, helaas weer bij nul beginnen en lering eruit trekken. Ik ben Caitlin Moeslaan en ik ben van de vereniging Dolfijn en wij zullen Suriname vertegenwoordigen in Trinidad. Ik zal Suriname vertegenwoordigen in de 50 meter vrije slag, 100 meter vrije slag, 200 meter vrije slag, 400 meter vrije slag, 800 meter vrije slag en de 50 meter vlinder en de 50 meter rolslag. Ik ga Suriname vertegenwoordigen met een 50 freestyle, 100 freestyle, 200 freestyle en een 50 fly. De voorbereidingen voor de trainingen waren alweer niet makkelijk. Elke dag, niet elke dag vroeg opstaan, maar
die dag ervoor hebben we ook avondtraining. Dus dat maakt ook dat we echt goed moeten slapen en vroeg moeten opstaan. Dus het is toch wel heel zwaar. Maar ik denk dat het worth it is. We hebben per week 3 keer in de ochtend getraind. Op de maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 6:15. En op de dinsdag en de donderdag gewoon in de middag 6 tot 8. Het ministerie van Openbare Werken zal binnenkort daartoe opgeleide ambtenaren inzetten om illegale activiteiten op te sporen. In dit kader heeft het departement besloten de OW-politie op te starten. De ambtenaren kregen de bevoegdheid om onder meer illegale bouwactiviteiten stop te zetten en boetes op te leggen. Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken benadrukt dat er nog heel veel illegaliteit bestaat. Ja, u weet, in 2020 toen ik was minister hadden we besloten om de organisatie aan te pakken. De organisatie is veranderd van het ministerie van Openbare Werken. En wat ik ook aantrof was één, dat wij een milieupolitie hebben die vooral let op milieuvervuiling. En een bouwpolitie die vooral let op als je een huis goed bouwt of niet goed bouwt, een balkon of verschutting. Maar wat bleek naderhand, terwijl ik daar zit als minister, dat er zoveel illegaliteit nog meer bestaat. Ik geef een voorbeeld, mensen die gewoon illegaal duikers aanleggen, mensen die gewoon illegaal een steger aanleggen, mensen die illegaal een kanaal dempen. Maar je kan ook hebben dat, ja, nee, dat heb ik ook gezien, mensen die gewoon een steger zelf bouwen, een brug zelf bouwen. En dat mag niet. Dat is verboden. Je hebt vergunning nodig, je hebt toestemming nodig. Dus toen heb ik gezegd, nee, weet je wat, dan moet die politie uitgebreid worden. En om dat te coveren hebben we besloten dat we nu de naam gaan geven van OW-politie. Maar dat zijn dus de verschillende mensen die de opleiding krijgen. Op dit moment zijn we bezig met de opleiding, BFVP-opleiding. De interne controle wordt versterkt hierin. En de technici worden versterkt hierin. Dus elk directoraat heeft nu een unit. Dus binnenkort zullen er veel meer polities worden ingezet om die illegaliteit te gaan opsporen. Ook verkavelingen, je weet dat is heel veel. Heel veel is illegaal. Dus dat heel pakket van alle werken die vallen onder OW gaan we laten vallen onder OW-politie. En het derde ding dat erbij gedaan wordt, is dat we de wetgeving ook hebben voorbereid. Want die bestond ook niet. U hoort heel veel klachten van waarom treedt OW hier en daar niet op? Omdat we die wetgeving niet hebben. We hebben die volledige tool niet in handen. Dat hebben we nu geregeld. We hebben gesproken met de PG, we hebben gesproken met Belastingdienst. En we hebben de wet al gemaakt. Dus het hele pakket is nu ready. Wordt binnenkort aangeboden aan de regering. En dan hoop ik dat voor de komende jaren wij dit alles kunnen gaan reguleren. En natuurlijk gaat er een heel goede informatievoorziening naar de burger komen. Want die weet vaak ook niet wat mag en wat niet mag. Je praat steeds over politie, maar het zijn geen echte politieagenten, of wel? Het zijn misschien niet de politieagenten die je kent bij Juspol in een bruine pak of zo. Deze gaan een pak van OW hebben. Gaan geen pistool hebben, dat wil ik niet. Maar misschien wel een gummistok. Toch? Maar die gaan wel mandaat hebben en bevoegdheden hebben om één. Bijvoorbeeld een bouwwerk stop te zetten. Of een boete uit te schrijven. En we willen zelfs zover gaan dat onmiddellijk die handelingen gepleegd zouden kunnen worden. Bijvoorbeeld dat je kan natuurlijk een boete betalen, maar je mag ook in de gevangenis gaan zitten, dat je opgepakt wordt. Dus wij kijken tot hoever wij die bevoegdheden kunnen krijgen. Op dit moment hebben we de bevoegdheid om wat milieu en bouw betreft om te stoppen. En ook de boetes uit te schrijven. Maar we willen verder gaan dat je het ter plekke ook gaat kunnen innen. Of meegenomen wordt naar de gevangenis. Omdat wij geen grappen hier willen meer maken. Want kijk, bijvoorbeeld vooral bij verkavelingen. Dan kan je hebben dat mensen oplichten. En gewoon mee van doorgaan. En dan hebben wij geen tools in handen. Dus wij moeten dit soort mensen die illegaal bezig zijn, gelijk kunnen oppakken. Dat is wat ik naar streef. Dus we gaan kijken tot hoever we kunnen onderhandelen met die bevoegdheden. Minister, hoe zal het ministerie deze illegale eigenlijk identificeren? Dus net wat ik zei, we gaan een goede PR doen wanneer we dit launchen. De burger gaan we vragen om alert te zijn. Want kijk, die burger moet weten dat hij niet zomaar iets bouwt. Dat hij niet zomaar een duiker aanlegt. Dat hij niet zomaar een perceel koopt. Dus die burger moet bewust zijn dat hij eerst OW belt en vraagt wat zijn de regels. En wij gaan die informatie geven. Ik streef ernaar om huis aan huis iedereen.
We zijn gekomen aan het einde van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.